mistaken. Een van de grootste acts uit die tijd is Two Brothers on the Fourth Floor. En zij maken nog altijd de Nederlandse en Europese podia onveilig met hun onverwoestbare klassiekers. Volgend jaar is hun succesplaat Dreams precies 25 jaar oud. En dat moet gevierd worden. Desiree. Ja, Gert is groot fan, hè, volgens mij. Van, nou, staan, dacht ik, maar ik weet dus niet, ja, van de muziek, maar ik weet dus niet precies hoe de samenstelling zit. Want jij zegt, ja, de Two Brothers, die waren daar en daar. Ja, de videoclip die je net zag, die onze eerste hit, zeg maar, waar ik dan in zong, was Never Alone. Ja. En het nummer stond al op 2, toen moest de videoclip nog gemaakt worden. Toen zijn we naar Mexico gegaan. Tuurlijk. En jij vroeg, heb je nog op die piramide gestaan, maar... Dat waren de twee producers, de Martin en Bobby Boer, de Hoortjes. Waar jullie naar vernoemd zijn, Two Brothers on the Fourth Floor. Want zij woonden letterlijk op zolder. Bij hun moeder, op de vierde verdieping. Maar ik vind de ontstaansgeschiedenis zo grappig, want zij kijken naar de televisie. Ze zien jou in een hele andere setting, namelijk in een talentshow als Anita Meijer, toch? Dat klopt. Even kijken. Ja. Backstory doen, want jij zit daar in de sound. Een jong meisje. En zij zien jou en ze denken, nou, die gaan we vragen. Jij zit op het conservatorium in Hilversum, toch? Ja, nou, hier was ik 18. Ja. En toen duurde het nog even hoor, voordat ik bij Martin en Bobby terecht kwam. Maar in die tussentijd, dit was 89 en ik ben gaan studeren in 91. En in 93 ben ik bij Two Brothers terechtgekomen. Ja, maar wat wilde je zelf toen je studeerde aan het conservatorium? Waar dacht jij van, nou, dat zijn voorbeelden, die muziek zou ik graag willen maken? Nee, ik ben gaan studeren omdat ik me wilde ontwikkelen. Ik wilde alles weten over de muziek. Maar je deed jazz? Ja, dat was jazzmuziek, lichte muziek. Ja. Je had klassiek en jazz. Ik deed de jazz. Ik wilde me gewoon ontwikkelen. Leren schrijven. Alles weten over de geschiedenis, leren luisteren. Ik had nog nooit van jazz gehoord, maar ik wilde gewoon naar een school waar iedereen bezig was met muziek. En dan komt dit plotseling op je pad. Was je extrovert? Ja. Was je iemand die graag naar buiten ging, dit soort optredens deed waar je in terecht kwam? Nee, ik heb dat echt moeten leren, want zoals je bij mij als Anita Meijer zag, ik was echt hartstikke verlegen. Ik durfde het podium eigenlijk niet op. Maar ik wilde dolgraag zingen, zo graag zingen, dat ik moest mij daartoe zetten gewoon. En dus ja, met ervaring leer je gewoon. Je ziet hier niet te leeg uit, moet ik zeggen. Nee, dat was in de Madonna-tijd. Mocht het, hè? Ja. Hoe komt het dat het steeds terugkomt? Want door jullie album van toen, is 25 jaar oud, bijna, dit is een classic geworden en jullie worden nog steeds gevraagd. Ja. Het lijkt wel alsof het eeuwigheidswaarde is. Zijn jullie daar zelf verbaasd over, dat het steeds gevraagd wordt? Ja, absoluut. We hadden nooit gedacht in die tijd dat Dreams nu in de top 2000 staat, dat we nog steeds na 25 jaar zouden optreden. Het is echt bizar gewoon. En wereldsucces. Ja, en inderdaad, dat het in Brazilië op nummer 1 staat. We zijn naar Canada geweest, naar... 23 landen. Ja, 23 landen, inderdaad. We hadden het er net over. En dat André Kuipers zegt, het is de perfecte muziek voor bijna al serie. Ja, het sloeg heel erg op dat ik uiteindelijk lukte om die ruimte te komen. Ik had het nog heel vaak in mijn hoofd. Je Dream Will Come Alive, Dream Will Come Alive. Maar daar weet ik de oplossing voor. De volgende keer neem haar mee. Ik zing wel een deuntje hoor. Een afsluiting en om door te gaan naar het podium, want jullie staan klaar. Jullie gaan op tournee, hè, volgend jaar? We gaan op tournee, we gaan in de Melkweg starten, ons 25-jarige jubileum. En daar komt ons album Dreams wordt opnieuw op vinyl gemaakt, komt opnieuw uit.
Dus dat is allemaal ontzettend gaaf. En ja, we gaan heel veel naar het buitenland volgend jaar. Dus, wil je nog één keer naar Zuid-Amerika? Ter ere van 25e verjaardag nog één keer Dream? Natuurlijk, gaan we doen. Oké, daar gaan we. Two Girls on the Fourth Floor. En tournee volgend jaar. Die begint in de Melkweg. Hier zijn we op 19 januari, zeg ik er nog even bij. Daar gaan we. Dreams to survive. Dreams make the wish come true. I'll keep your dreams alive. Dream, dream on. Your dream will come alive.